Dit zijn 5 dingen die je moet weten over economics en business economics studeren aan de Universiteit van Amsterdam. EBE is een van de breedste studies die je kan kiezen. Kort samengevat gaat het over de keuzes van mensen, bedrijven en overheden en hoe al die keuzes samenhangen. Met deze studie kan je uitleggen waarom concurrerende winkels op een of andere manier altijd in dezelfde straat zitten. Hoe je ervoor kan zorgen dat bedrijven gaan innoveren om minder CO2 uit te stoten. Of bijvoorbeeld waarom de EU ervoor heeft gezorgd dat je binnenkort niet meer afhankelijk bent van Apple's App Store als je een iPhone hebt. De laatste 1,5 jaar van je studie is voor iedereen anders, want je kiest namelijk een major. Dat is de specialisatie die je doet. En dat is dan economics, oftewel economie, of business economics, dus bedrijfseconomie. Als je kiest voor economics, dan ga je in op economische theorie en dat gaat echt over de keuzes van individuen, maar ook keuzes die worden gemaakt als samenleving, bijvoorbeeld door de overheid. En hoe hebben die keuzes van een overheid dan invloed op organisaties zoals banken en op burgers? Als je later bijvoorbeeld economisch beleid wil gaan maken bij de overheid of bij een grote bank, dan is dit een goede major voor jou. Als je kiest voor business economics, dan ga je meer leren over economische transacties van bedrijven, dus ook internationale transacties. Als je bij een multinational wil gaan werken of in de finance of als consultant, dan is dit een goede major voor jou. Daarnaast is er ook veel tijd die je helemaal vrij kan indelen. Je kan bijvoorbeeld keuzevakken doen, je kan een minor doen, je kan stage gaan lopen bij een bedrijf of je kan zelfs op uitwisseling gaan naar het buitenland. Maar als je op een mooie plek wil studeren, dan hoef je niet per se naar het buitenland, want Amsterdam is ook geen heel mooi. Je hebt bijvoorbeeld colleges in het De La Mar Theater en je spendeert ook veel tijd op deze prachtige campus in het centrum van Amsterdam. Wat ik ook leuk vind is dat alle hoorcolleges en werkgroepen in het Engels gegeven worden. Dat klinkt misschien een beetje spannend, maar als je hier komt ben je echt binnen 2 weken eraan gewend. En omdat het in het Engels is, zijn er heel veel internationale studenten. Het is natuurlijk ook heel leuk om mensen te leren kennen uit de hele wereld. Maar als je dat wil, kan je er ook voor kiezen om het eerste jaar nog je werkgroep in het Nederlands te hebben. Om je aan te melden voor deze studie heb je alleen wiskunde A of B nodig in je vakkenpakket. Je hebt dus geen economie of bedrijfseconomie nodig. Het is goed om te weten dat je veel wiskunde gebruikt die lijkt op wiskunde B. Maar laat je daar niet door afschrikken. Ik heb wiskunde A gedaan op de middelbare school. Ik was er ook niet heel goed in. Maar uiteindelijk op de studie is het gewoon ook allemaal goed gekomen. Dus als je er een beetje tijd in wil stoppen, dan hoef je er echt geen zorgen over te maken. En als je houdt van problemen wiskundig oplossen, dan is het ook een goede studie voor jou. Als je meer informatie wil, dan kan je kijken op de website. En succes met het kiezen van een studie.